Nou vrienden, daar zijn we weer met alweer de volgende aflevering van Keur Antenne. En als ik mijn geheugen me niet in de steek laat, is het aflevering 8 alweer. En ik heb het al eens eerder gezegd, ik ben er toch heel blij mee dat mensen zich gewoon uit vrije wil aanmelden om hier op de mattenbank te komen liggen. En ook vandaag, ja, kun je groter dan grootst? Ik weet eigenlijk niet wat de overtreffende stap daarvan is. Maar groot is hij zeker. En nog een lieve man en een lieve vriend. En die Huisman. Dankjewel voor deze mooie woorden. Vind je het niet schitterend? Nou ja, als je het allemaal meent, is het goed. Ja, weinig mensen weten, Henny. En nu is daar ook bewijs van in de achtergrond dat je aan het schilderen bent geslagen. Klopt dat? Ja, nee. Het is een originele Herman Brood. Ik moest wel lachen, want ik had een keertje een spotje opgenomen. Van ja. En toen kwam dat in, en toen zei iemand van... Er hangt een nep Herman Brood. Oh. Maar deze heeft Herman zelf gemaakt voor mij. Die heet Henny's Meisjes. Okay. En op de achtergrond zie je dan twee kopjes. En dat zijn dan Lokke en Nicky. Ja. En die rode bal die er doorheen is de liefde naar die meiden toe. Ja. Dus die heeft Herman speciaal voor mij gemaakt. Ik had het inderdaad over het schilderwerk. Maar niet van het schilderij, maar van de deur achter je. Die is zo mooi geschilderd. Maar dit is ook een leuk verhaal. Toch is het Ah, Henny. Oh, okay. Wij gaan naar een belangrijk jaar voor jou, Henny, namelijk je geboortejaar. En dat is 18 juni 1951. Ja. Het was een mooie dag. Het was een maandag. Het was een maandag. Het was een lekkere warme dag ook. En de dag der dagen. Want ik zeg het al eens eerder. Ja, als die dag niet was gepasseerd, hadden we hier natuurlijk niet gezeten. En had je ook de KPN niet een probleem gehad met 8 miljoen kijkers. Maar je bent gelukkig wel geboren. Een bijzondere dag voor jouw ouders. Die waren natuurlijk heel erg blij. Nou, dat weet ik niet. Zij moesten trouwen. Voor mijn zusje. En ze woonde in bij oma Dijkstra. Dus bij mijn moeders kant. En die waren krap behuisd. En die dus, het was nou niet echt... dat je zegt, goh, we wensen er nog een baby bij. Nee. Maar dat gebeurde. Ze waren natuurlijk in feite wel blij met me. Maar ze hadden geen ruimte. Dus ik ben geboren zeg maar, in het huis van mijn oma, oma Dijkstra. En de slaapkamer was een badkamer. Waar ik niet stond, tenminste een badkamer, een douchecel. Zo klein. En ze had ook geen wieg, maar het was een ladekast. Ah, oh, arm kind. En dat was als wieg gemaakt, ja. Dus ze waren op zich blij. Natuurlijk, moeder en de vader zijn blij met hun kind. Maar de planning was natuurlijk niet helemaal niet dat. Er kwam er nog een dramaatje achteraan, want mijn moeders broer, die daar zeg maar, natuurlijk ook woonde, van 24, die kwam in die tijd om bij een ongeluk. Dus die, en bij een brand, die is in paniek naar beneden gesprongen. Dat is een dodelijk ongeluk. Dus er was heel veel verdriet daar in dat huis. Dus mijn moeder zegt altijd... het was een zware bevalling, want je komt slecht door de hemelpoort. Dat werd toen zo gezegd. Hmm. Ja, ik ben tegen jou meteen dan heel vrij uit, omdat ik je zo lang ken. Ja. En dus altijd van, je was een huilbaby en je stond daar maar. En ik had geen moedermelk meer door alle stress. En ik heb je altijd een lieverd gevonden, maar je schreeuw om aandacht komt wel een beetje daar vandaan, zegt ze. Want je huilde maar. Maar er was in feite was er bijna geen tijd. Er was in dat huisje verdriet. Ja. En gelukkig konden ze jaren daarna, kregen ze een eigen woning. En toen werd het wat beter. Zoals mijn broer, die dan 5 jaar daarna kwam. Want mijn vader zat niet stil natuurlijk. Nee. En je had altijd nog een pastoor of een kapelaan die langskwam in een katholiek gezin. Ja. Maar toen hadden ze een huisje en hadden ze een commode en luiertjes. En, dat kan ik nog als kind herinneren van 5, dat ik dat heel leuk vond. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn moeder niet dicht gezien. Het was niet in verwachting. Ze werden door de engelen gebracht. Hè? Dus dat was het verhaal. Ja, raar, hè? Mijn moeder zei altijd, de ooievaar is overgevlogen en heeft jou weer een broertje gegeven. Ja. Ik was enig kind. Jij was enig kind, ja. Nou ja, in het begin natuurlijk wel. Mijn moeder was 18, mijn moeder was 18 toen zij trouwde met mijn vader, omdat zij, ze woonde bij haar moeder en haar stiefvader. En die laatste vond het dan nodig om 's morgens in de keuken met haar een beetje te zoenen, waar ze natuurlijk geen trek in had als meisje van 18. En toen kwam ze mijn vader tegen, die was 36, ruwe bolster, blanke pit, had bij de marine gezeten.
En toen zijn ze uit nood snel met hem getrouwd, omdat mom, we zijn verliefd en boven op de zolderkamer gaan wonen. Dus dat is mijn begin. En goed, dat is best wel een beetje... Als je erover praat, hè, nu... Ik heb het natuurlijk wel met mijn kinderen en mijn kleinkinderen over. Dat klinkt ontzettend ouderwets en zo, weet je wel. En, maar ik heb bijvoorbeeld mijn moeder... mijn broertje de borst gaf, wat er prachtig is. Ja. Dat had ik nooit gezien. Dat is in verwachting of... Daar werd niet over gesproken. Dat was gewoon daar rustte een taboe op. En op een gegeven moment... dat is natuurlijk een verhaal wat ik later vaker terughoor. Want dan word je bekend en dan elk verhaal wordt dan leuk. Ja. Maar toen mocht ik van mijn moeder toch een keertje erbij... dat mijn broertje de borst kreeg. En toen heb ik waarschijnlijk gezegd te hebben... moet u dat hele ding opvreten? Wat is dat nou allemaal? Ja, maar ik ook heel dom gehouden, hoor. Ik herken dat wel. Ik had een andere emotie daarbij. En dat heeft waarschijnlijk met geldingsdrang te maken. Ik herinner me nog dat toen mijn zusje de borst kreeg van mijn moeder. En toen was mijn broertje was er dus al. Dus ik was ook al wat ouder. Ik merkte dat ik toen jaloers werd. Ik merkte dus dat zij meer aandacht kregen dan ik. En dat beviel mij niet. Ja. Ja, gek is dat. Ja, dat bestaat. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Ja. Ja. Maar dat is... Dus ik ben ik ben absoluut heel leuk en warm. Ze hebben vreselijk hun best gedaan voor hun kinderen. Maar het was natuurlijk een verschrikkelijke arme periode. Zeg maar de periode dat je op straat... je speelde op straat aan de buitenkant en op de grote stoep. Nou, de grote stoep, die was 1,5 meter of zo. En je waren amper auto's in de straat. En je mocht vrijdags dan een klein stukje meerijden met paard en wagen, met een schillenboer. En je haalde op de pof 1 rol crocetpapier. Dat kan me nog herinneren. Mijn moeder zei, die zat al op de wc. En die zegt, de wc-papier is omhaal. En nu zie je de hele pakken, weet je wel. Maar ja, we praten natuurlijk over het begin jaren 50. Hè? 51 ben je geboren. Overigens, misschien is dat wel even leuk om te vertellen. Het was een vrij goed jaar voor ook bekend Nederland om geboren te worden. Want ik heb hier een lijstje liggen van mensen die op dezelfde dag als jij geboren zijn, Henny. Oh ja? Ja, dat is om te beginnen Benny Nijman. Oh. Ja, ik weet niet hoe, maar hij is... hij was er. Ja, ik weet het wel. Ja, ik weet het wel. Dan hebben we Menno Boeg. Wel bekend. Ja, zeker. Kees Driehuis, Arne Jansen, André Hazes. Ja, en niet zo gek, want deze zijn allemaal dood. Ook René en Willy van der Kerkhof. Dus die komt er goed achteraan. Het was wel een jaar waarvan je zegt, zo, Henny Huisman, een mooi rijtje. Grappig. Toevallig kreeg ik een boekje opgestuurd. Even kijken of ik het hier ergens heb. Ja. Henny, ik moet je even onderbreken. Ik word aangebeld. Het is waarschijnlijk bol.com. Heb je 1 seconde? Ja, natuurlijk. Wat er in? Ja, komt er wat aan? Ik geloof is het midden in zijn programma. Die stem blijft gewoon hetzelfde, ook tegen die man van Bolkom. Ja, grappig. Ja, hij heeft die stem gewoon. Ja, het is een gast. Het is gewoon. Dus, leuk. Pedicure. Hij heeft weer zo'n programma bedacht. Zit hij weer in zijn vriendin. In zijn huiskamer met allemaal knopjes. Dit is trouwens nog wel heel wat geweest hoor, om dat zo aan elkaar te kijken, want ik heb nog een computer gas, dus ik ben zo digibate.